Door de groeiende vraag naar coronatesten opent volgende week een tweede corona-snelteststraat in Oude IJsselstreek. Naast bij de DRU in Ulft kunnen werknemers van bij 2 ondernemersverenigingen aangesloten bedrijven dan ook in Varsseveld terecht. Aanleiding was het vollopen van de reguliere teststraat. Met als gevolg dat er heel veel collega-ondernemers op zoek gingen naar alternatieven. Dus die probeerden gewoon zelf wat te bedenken. En toen dachten wij, nou dat moeten we eigenlijk proberen aan te pakken als collectief. Personeel van Active Living voert de testen uit. Directeur Pim Kamps geeft aan dat er een verschil zit tussen de sneltesten en de door de GGD gehanteerde PCR-test. De PCR-test werkt op basis van genetisch materiaal, terwijl de sneltest kijkt naar eiwitten die het virus dragen. Met een sneltest weet je op dit moment of je positief bent, maar kun je niet zo heel veel zeggen over hoe dat de komende dagen of de dagen ervoor eruit zag, waar een PCR-test dat wel zegt eigenlijk. Heel simpel gezegd, PCR, gouden standaard. Sneltest is goed, soms is die vals negatief. En dat betekent dus dat je wel corona hebt terwijl de uitslag negatief is. Dat is het nadeel van de sneltest. In het begin van de ziekte zie je het niet. En de derde is een bloedtest, dat zegt of je besmet bent geweest. Wij gaan voor de real-time PCR en straks gaan we de sneltest in een keten inzetten. In de snelle teststraat krijgen geteste mensen na een korte zit in de wachtkamer een uitslag. Kamps geeft aan dat de GGD nauw betrokken is bij hun teststraten. Zo worden onder meer alle afnemers van de testen opgeleid door de gezondheidsdienst. Zo hebben wij ook met de GGD nauw contact over het doorgeven van uitslagen. En als iemand bij ons positief getest wordt, geldt dat voor de GGD ook als een positieve test. Dus dat is denk ik een mooi voordeel wat we hiermee halen. En daarmee ook echt wat druk kunnen wegnemen bij de GGD. In plaats van alleen maar misschien wel meer druk creëren omdat je het niet zeker weet. Infectiearts Ashish Brahma juicht die instelling toe, maar geeft aan dat het bij andere bedrijven nog beter kan. Ik ga niet zeggen dat het helemaal verkeerd gaat. Het is zeker zo dat er ook bedrijven zijn die het heel goed melden. Maar het is zeker zo dat er ook bedrijven zijn die het niet doen. Het is een punt van groei en een punt van aandacht. En daar zou ik ook aandacht voor hebben. En hier hebben de gemeentes eigenlijk de lead in, want die kunnen heel goed in kaart brengen waar dit getest gebeurt. Met de opening van de locatie in Varsseveld kunnen volgende week bijna 100 mensen per dag een sneltest krijgen. Dat betekent dat ook mensen van buiten de ondernemersverenigingen welkom zijn. Inmiddels is het zo dat bedrijven uit de gemeente gewoon welkom zijn om te laten testen. Maar bijvoorbeeld ook de bedrijven vanuit de buurtkringen, IGND, ICAT, zijn van harte welkom. VNO-NCW is van harte welkom. Maar bijvoorbeeld ook het onderwijs. Dus mocht het zo zijn dat andere partijen klem komen te zitten omdat ze gewoon een te lange wachttijd hebben, dan zijn ze van harte welkom op deze testlocaties.